We zitten in een race tegen de klok tegen klimaatverandering. Onze uitstoot kan op korte termijn gevaarlijke tipping points veroorzaken. Als we een bepaald punt voorbij zijn, worden onomkeerbare processen in gang gezet. Zoals het smelten van poolijs en sterfte van koraalriffen. En als dat gebeurt, versterkt de opwarming zichzelf en slaat de aarde op hol. Daarom is het zo belangrijk klimaatverandering te beperken tot 1,5 graad. Maar hetzelfde mechanisme dat ons in gevaar brengt, kan ons ook redden. Een social tipping point. Dat is een omslag naar een nieuw normaal, met duurzame normen, waarden en gedrag. Scholieren, burgers en NGO's werken al hard aan zo'n kantelpunt. Hoog tijd dus dat ook de overheid aan de slag gaat om zo'n social tipping point in gang te zetten. Dat kan met een verbod op fossiele reclame. Verplicht klimaatonderwijs op school. Stoppen met fossiele subsidies. Een verbod op beleggen in fossiele industrie. En vrij baan voor lokale energienetwerken van burgers. Overheid, maak beleid voor een social tipping point. Kijk op socialtippingpointcoalitie.nl voor meer informatie.